Het is tijd voor spoken word. Trots zijn we dat we hem kunnen strikken. Ja, ja. We hebben het over een persoon die veel levenswijsheid uitstraalt. En zaken heel mooi kan verwoorden. Het is bovenal een trotse Rotterdammer. Mag ik een daverend applaus voor YMP? Yay. Den Haag, goedemiddag Den Haag. Kunnen we misschien wat dichterbij komen, want we zijn niet met veel, maar laten we een beetje dichtbij komen dan. Dan kunnen we de samenhorigheid laten zien. Het is allemaal duidelijk waarvoor we hier zijn gekomen. We zijn gekomen omdat we het niet eens zijn met de beslissing die is genomen. Dus ik wil graag de handen in de lucht zijn of we er wat aan willen doen. Ik wil gelijk met de deur in huis vallen dat als we de subsidie niet krijgen, dat we zelf een manier maar moeten vinden om aan 50.000 euro te komen. Het klinkt veel geld, maar met de mensen in onze kringen moet dat niet zoveel zijn. Ik ga jullie wat meenemen, wat verhalen. Hoe ik de maatschappij zie, hoe ik ernaar kijk. En zo gaat het dan. De eerste dag is van de liefde. De tweede dag is van de pijn. Op de derde dag besef je dat je mij niet wilt zijn. Want we leven in een land waar een biertje goedkoper is dan een brood. Waar racisme de kar trekt en Zwarte Piet de vloot. Onze kinderen die nu nog klein zijn, maar hun angsten die zijn groot. Want politiegeweld, social media checks en schuldeisen zijn aan het orde van de dag. Het land waar het hart voor weinig is en stank voor dank. En wanneer het dan fout gaat, het in elke willekeurige Virgil Ford, Abdel of van Virgil lag. Je mag een gegeven paard nooit in de bek kijken. Maar wat nou als je het niet zag? Wat nou als dit leven niet is zoals je dacht, had verwacht, is dat dan een hard gelach? Maar wat nou als het eens een keer aan jezelf en niet aan de handen lag? Want de eerste dag is van de liefde. De tweede dag is van de pijn. Op de derde dag besef ik dat ik mezelf niet wil zijn. Want ik geloof dat ik niet gemaakt ben voor het maatschappelijke plan. Maar waar baseer ik dat dan op dan? De hedendaagse maatstaf, want kom je niet op sollicitatie in een maatpak, word je automatisch vergeleken met een straatrat. Misschien ben ik wel straat. Misschien ben ik wel een rat. Maar ik ben ook een trots persoon die spreekt uit zijn hart. Dus vanavond toast ik met jullie meer dan een glas. Dit is meer dan champagne. Vandaag sta ik hier omdat dit de erkenning is die we nooit hebben gehad. Ik geloof in het spreekwoord waar een wil is een weg. Het is nu mijn tijd, het is mijn wil vertrek. Bewaar de best voor het laatste. En als iedereen het zoveel beter weet, moet ze het zelf doen. Mensen, als mijn eerste stuk bedankt. Ik vond het eigenlijk best wel een eer om hier met jullie te staan, om hier mijn verhaal met jullie te delen. Ik begrijp niet waarom we de subsidie niet meer kunnen krijgen. Er wordt geld uitgegeven aan nieuwe politiepakken en allemaal nonsens waar niet op wordt bezuinigd, maar gewoon onze herdenking af willen pakken, dat ben ik het niet mee eens. Ik pijnig mezelf om te voelen wat de glimp van de hel is. Ik verspil geen druppel alcohol om te voelen wat waas is. Ik doe geen drugs, want ik blijf hangen in de trip. Ik vraag me alleen af hoe de wereld in elkaar zit. Als het leven zich voordoet als een vicieuze cirkel, ben ik daarbuiten het kader en hou ik alles bij elkaar door middel van een paperclip. De wereld is een mooie plek, tot je vast zit met de beesten en beseft wat wat is. Dromen inhaleert, maar verkeerd exhaleert in een zwembad vol drank zit. Niet zwemmen kan, maar het toch probeert trank zit. Ik protesteer tegen donkere gedachten, maar dat is moeilijk met alle donkere nachten. En het verwachtingspatroon wat ze van donkere hadden. Maar wat is er toch aan de hand met onze donkere mannen met donkere plannen, elkaar vermoorden en neerknallen? Dat is precies wat ze verwachten. Een apocalypse to kill the black kids in de woorden van Malcolm X. Ik wil vrijheid. Ik wil gelijkheid. Ik wil weg van de gedachte van slavernij. En daarbij iedereen die daarbij om de hoek kijkt. Maar dit is een geschiedenis wat je niet vindt in het boek wat je bij geschiedenis krijgt. Als jij jezelf een neger, negroïde of een nigger noemt, duik je geschiedenis in en besef waarom je doet wat een nigger doet. Kijk naar je naaste broer. Vertel hem dat we al zoveel geleden hebben. Dat we al zoveel gevallen zijn. En dat we nu zoveel leden hebben dat we de hele wereld aankunnen. Als we maar één verenigd belang hebben. En dat is denk ik een beetje de essentie voor vandaag. Mensen, dat is mijn tweede stuk. Bedankt. Ze zeggen dat mijn tijd komt. Maar wat nou als de tijd nou niet op tijd komt? En ik voor die tijd al een keer voor de trein sprong. Was de klok dan te laat omdat ik daar niet meer bij kom? Soms staat de tijd even stil. En voelt het als stil leven. Je moet je moment afwachten en jouw tijd pakken. Want niemand is veel eisender dan jijzelf en de tijd dokt. Dus ik vraag me af, wat gaan we dan doen met de tijd? Maar ze zeggen dat mijn tijd komt. Maar wat nou als de tijd nou niet op tijd komt? En ik voor die tijd al voor de trein sprong. Was de klok dan te laat omdat ik daar niet meer bij kom? Van tijd tot tijd voel ik me heel erg alleen in dit land. Maar ik ben inmiddels voorbij het punt. Ik heb geleerd om van mezelf te houden. Mezelf te beschouwen als de hoofdpersoon in dit boek. Want als jij niet van jezelf houdt, is er ook niemand anders die dat voor je doet. Begrijp me goed, familie komt eerst, maar daarboven kom je zelf. Want als jij niet van jezelf houdt, zal niemand anders het ook doen. Ik wil jullie bedanken. Bedankt voor jullie tijd. Bedankt dat je mag staan met bij YMP. YMP, mensen. Dankjewel.